Welkom bij een nieuwe gameplay video van Red Dead Redemption 2. De derde video over de wereld van Red Dead Redemption 2. En tot nu toe, de eerdere twee delen heb ik gezegd, we houden het spoilervrij. We gaan geen missies doen, we gaan geen subquests doen. Dat is waar, maar in deze geef ik jullie wel een spoiler waarschuwing. Want ik ga namelijk een gedeelte van de map bereiden die ik nog zelf niet gezien heb. En er zit helemaal links onder in de map, heel ver. Dus ik denk dat dat wel de plek is waar je laat in de game gaat komen. Dus als je dat niet wil zien, check dan vooral deze video niet. Of veel later als je zelf de game al hebt gespeeld en je wilt weten of ik het met je eens ben. Of jij het met mij eens bent. Of whatever. Ik ben Peter. Ik ben van Gamerset.nl. En ik heb deze game mogen reviewen. En dat heb ik met heel veel liefde en plezier gedaan. En we zijn gewoon lekker de wereld aan het verkennen. Zonder dat we missies doen. En zonder dat wij te veel vertellen over het verhaal van de game. We gaan gewoon een beetje rondrijden en we gaan kijken wat er gebeurt. Ik weet niet wat verbeterd is, maar mis ik hem nou echt? Is het een bever? Wat is het? Ik wil echt weten wat het is. Ik ruim even mijn kamp op. Wat gaan we namelijk doen? We gaan helemaal naar het zuidwesten van de map. En het viel me al vanaf het begin van de game op dat dat nog best wel een eind weg is. Kijk, hier is een beetje waar je de game begint. Hier is Blackwater, waar je niet meer mag komen. En hier is zeg maar het einde van de map. Oh, hier is het einde van de map. Dat is een behoorlijke route die we helemaal gaan bewandelen. Nogmaals, ik ga het verhaal niet spelen. Ik ga geen subquest aanpakken, maar onderweg wat er gebeurt, gebeurt er. En dat gaan we gewoon met elkaar meemaken. Kortom, ik ga weer lekker op pad met mijn trouwe Ros, die nog steeds geen naam heeft. Maar dat komt eigenlijk omdat ik al deze video's achter elkaar opneem. Dus, wat zijn dat voor beesten? Ik weet het echt niet. Het zijn een soort honden of zo. Ik vind het wel gevaarlijk dat het ook wel in het water. Sorry, ik was even weg. Ik was even aan het concentreren wat voor beest het was. Kijk hoor. Oh, gewoon een coyote. Oh, dat is niet zo heel boeiend. Het is wel gevaarlijk trouwens, want dan kunnen hier natuurlijk krokodillen zwemmen. En dat wil je natuurlijk niet. Nee, dan word je zo opgevreten. Nou, het is niet zo'n mooi stukje huid, maar het levert toch weer een paar dollar op. We gaan onze reis beginnen. Onze reis naar het verre, verre zuiden. Oh, wat is er aan de hand? Please. Pak even mijn gun alvast. Medicine. Oh. Hij heeft medicine nodig. Sure. Give health cure. Kom maar. Dat is trouwens heel duur spul, hè? Het is ook goud, dat zag je. Gaat goed? Wat te verwachten van mijn beloning. Oké. Oh, I just tried that plan over there. Die plant? Like dat is vet. Oké, nou, dan gaan we die even. Oh, dit is dan een hele bijzondere plant of zo. Steer clear. I owe you my life. Nou, helemaal zin. De lange reis gaat beginnen. En ik vermoed dat ik al weet waar die lange reis naartoe gaat. Als je Red Dead Redemption 1 hebt gespeeld, dan zou het misschien wel in die lijn der verwachting kunnen zijn. Ik heb namelijk ook al twee inwoners daar vandaan gesproken in de game. Dus wie weet is dat het wel. Maar goed, ik hou het er even geheim voor als je het niet weet. Als je denkt van, oh, waar ga je heen? Misschien heb ik het ook wel helemaal fout. Dat kan ook. Ik zie overigens wel dat mijn paard vies is. Dus die gaat straks klagen, denk ik. Deze plantagevelden vind ik echt super vet. Er zijn ook altijd mensen aan het werk. Kijk ook, die bergen. Daar ben ik gewoon op geweest in de vorige video. Hoe vet is dat? Daar kom je gewoon vandaan. Ten zuiden van de stad. Het is echt zo vet. Alles wat je ziet, daar kun je eigenlijk gewoon heen. En dat is gewoon zo machtig mooi. En ik weet niet man, het paardrijden, het verveelt me ook echt geen enkele seconde. Ik blijf het leuk vinden om rond te rijden en om de omgevingen te zien. En daar zie ik dan wel achter een groot landhuis staan. Het ziet er zo schitterend uit. Je hebt natuurlijk ook een super vette cinematic camera modus. Kun je gewoon aanzetten wanneer je wil. En dan kun je op deze manier zeg maar de game spelen. Het stuurt af en toe een beetje lastig. Je weet niet wat er aankomt, maar potverdorie, het ziet er wel mooi uit. Oh, precies, ik moet ook daarheen. En natuurlijk is de game ook in first person te spelen.
Dit is Rhodes. Dat is een plaatsje die je op een gegeven moment gaat bezoeken. Daar gebeuren allemaal hele toffe dingen. Ik zal er niks over zeggen, maar dit is wel echt een super vet plaatsje. Wat vinden jullie er eigenlijk van het first person? Zouden jullie de game in first person spelen of niet? Ik ben iemand die dat totaal niet doet. Maar wie weet vind jij dat wel super vet. Ik hoor het graag. Een beetje de oude PUBG-discussie van waarom zou je in first person spelen? Want dan kun je de omgeving minder goed zien. En de omgevingen zijn juist zo ontzettend mooi. En ik denk dat daar in de verte misschien al is waar we heen gaan. Daar zien we een rookpluim. Als je een rookpluim ziet in de wereld van Red Dead Redemption 2, dan is daar dus iemand die een kampvuur aan heeft staan. Of het is een huisje. Maar als het overdag is, is het eigenlijk altijd een kampvuur. Want waarom zou je in je huis een kampvuur doen overdag of het haardvuur aan? Dus ik ga er gewoon even heen. Misschien zijn het wel super vriendelijke mensen. Oh, wat is hier? Nee, wacht even. Oh, hier worden gevangenen. Oh, vechten. Ze gaan ontsnappen. I can't believe that worked. Yeah, well, we don't got time to celebrate. Come on. You best give us some room, partner. Hell of a business. Wat de fuck gebeurde hier? Hier ontsnapte gewoon een paar gevangenen. Wat vet. Echt awesome. Dit soort shit gebeurt dus constant in de wereld. En je moet nu wel even opletten dat niemand je ziet. Want anders ben ik aan het stelen. En dan, ja, dan vinden mensen gaan dat dan rapporteren aan de politie. Oh, de prisoner heeft natuurlijk niks bij zich. De agent natuurlijk wel. Die loot ik even. Maar ja, dat is een zonde. We waren onderweg naar dat kampvuur. Oh, wat was dit vet, hè. Dat zo'n scène zich ook weer ontvouwt voor je neus. Echt zo tof. Kijk, is het kampvuur er nog? Ja. Het was hier ergens. Ja. Nee, ik ben... Nou, nu kan ik natuurlijk met hem praten. Weet je, gaat hij niet schieten nou? Ik ben de grotere, hè? Ik ben de grotere man hier nou, hè? Nice. I knew you was all blood. En dat was ik zeker. Oh, pas op paardje. We gaan verder. Kijk, soms is het inderdaad leuk om gasten neer te schieten. Soms denk je van, ik ga gewoon de situatie, defusen. En dan ontstaat er zo'n standoff. En soms wordt dat schieten en soms niet. En soms kun je de grotere man zijn en soms niet. Wat is dit dan? Hey, wake up. Good morning. Whoop, sorry. Just wanted to check you were okay. Deze wereld is zo geloofwaardig en zo ontzettend rijk en diep. En er gebeurt zoveel. Wie heeft ooit gedacht toen hij begon met de hobby computerspelletjes, dat iemand langs de kant zien slapen en daartegen zeggen, hey, gaat het goed met je? Dat een deel is van gameplay. En het is in Red Dead Redemption gameplay en het is nog vet ook. En omdat het zoveel is en het telt bij elkaar op en het maakt het zo geloofwaardig en zo tof om je te bewegen in deze wereld in 1899, Verenigde Staten. Het is zo awesome. En ja man, bizar. Ik rij echt zo graag paard in dit spel. Ik ben ook gestopt met de missies. Ik ben nu gewoon vooral aan het rondrijden. Ik ga die missies wel weer een keer verder doen. Maar ik heb de review zo snel moeten doen. Ik had iets meer dan een week de tijd. Dat ik dacht, ik ga zoveel mogelijk missies doen. Nou, ik heb best wel veel missies gedaan. Ik ben al een stuk over de helft van het spel. En ik dacht, ik ga nu nog 2 dagen ga ik alles in de omgeving verkennen. Voordat ik de review schrijf. Dat heb ik gedaan. En ja, nu ben ik eigenlijk verslaafd geworden aan het gewoon rondrijden en het verkennen van de omgeving. Het is zo tof om te doen. En als je ook die vista's hier ziet, gewoon die meren. Het is echt... Oh, het is zo mooi. Het is bizar. En ik vind het oprecht...
Pardon, ik vind het oprecht bijzonder dat dit gewoon kan op een PlayStation 4 Pro, waar ik het opnieuw op speel, en op de Xbox One X. En op de Xbox One X schijnt die iets stabieler nog te zijn, maar hij heeft af en toe een frame drop, maar that's it, weet je wel. Het draait gewoon echt ontzettend goed. En ja, PC-gamers onder ons, ik ben ook voornamelijk PC-gamer. Het is geen 60, maar het is wel ontzettend stabiel en ontzettend fijn om te spelen. Uiteraard kun je met iedereen in de wereld kun je vechten. Je kunt alles neerschieten wat je wil. Iedereen. Maar ja, dat doe je niet. Wat is het voordeel ervan? Nou ja, je hebt een honor meter. Je kunt positief spelen of negatief spelen. Oh, wat is hier aan de hand? Hey, better not have a problem with this friend. Hey, get yourself out of there. Well, what have we got here? You should be... down okay. While you can. Take it easy. Do what you want. I don't care. What a joke. Hey, what? Wat gebeurt hier nu? Come on. Yep. This ain't gonna end well for you bastard. Waarom loopt hij nou achter mij aan dan? Laat hem al in elkaar slaan of... Oké, ik heb geen half maatregelen. Ik heb gewoon namelijk een... shotgun. Dat vind ik heel fijn. Hoppa. Ik snap niet zo goed wat hier gebeurde. Het sloeg in één keer om. Dit is trouwens zo'n vette gun om te herladen met twee van die lopen. Nee, prima. Goed, hij heeft wel zijn vrouw vermoord, dus uiteindelijk is het toch justice die we hier serven. Hij heeft wat spulletjes bij zich. Spulletjes als sieraden. Je kunt alles inleveren bij je bende, zodat je bende meer groeit, sneller groeit. Oh, sorry mevrouw. Lijkschennis. Of je kunt alles zelf houden. Alles is aan jou. Dit is trouwens een ontzettend mooie koets. Ik denk dat als ik deze koets zou brengen bij mijn koetsdealer, dat ik er heel veel geld voor zou krijgen. Ik heb geen idee. Het is een overval geweest die fout ging. Prima. Loop, nothing to see here. Gewoon doorrijden, niks aan de hand. We gaan namelijk verder rijden. Ja. Ik moet mijn paard schoonmaken, ga ik straks doen. Als je paard vies wordt, dan wordt hij ontevreden, kan hij minder lang sprinten, et cetera. Daar is denk ik iemand aan het vissen. Vermoed ik. Lily May. Oh nee, god. Lily May, you think you're so great. Oh, hij is aan het keilen. Strutting around. Hey mister. I just want to be left alone, alright? Liefdesverdriet. A sentiment I'm familiar with. Fair enough, kid. Ik vraag me dan af, hè. Ik ga hem nu... Ik vraag me af, ik laat hem nu gaan, hè. Gaat hij nu zijn, het meisje waar hij overduidelijk verliefd op is, vermoorden? En kom ik dat meisje later dood ergens tegen? Het zijn van die dingen die kunnen gebeuren. Je weet het niet. Twee video's geleden hadden we het over... kregen we een aanwijzing dat er onder de wapenwinkel in Rhodes iets zit in de kelder. Heb ik ook nog niet gedaan. En het zit nog steeds in mijn hoofd. Het is een... heel klein dingetje wat je dan te weten krijgt in de wereld. En het blijft gewoon in je hoofd spoken. Je denkt gewoon, oh wauw, dat ga ik nog een keer doen. Mooie spoorbrug. Even kijken hoe ver we inmiddels zijn. We moeten echt volgens mij nog echt een heel eind. Robota. Ja, we moeten heel ver. Het moet een lange video, kan ik je alvast voorspellen. Oh, ik had het hier moeten. Ah, dit is zo mooi. Als je door meren moet... Daar zie ik ook iemand vissen, volgens mij. Als je door meren moet met je paard, dat is zo bevredigend. Af en toe zie je ook beren zalm vangen in de riviertjes. Yep. I hope you ain't looking for gold, partner. Oh.
I ain't seen so much as a fleck round here. Well, here we go. Ja, deze man is heerlijk bezig met het vangen van goud. Come on. Okay. Let the wolf see the rabbit. Oh, paardje terugkomen. 1, 2, 3, fluit. En haha, ik had een knipje in de video, weet ik gelijk waar ik zat. We gaan even verder, want de PlayStation neemt natuurlijk maar een kwartiertje per keer op. Dus af en toe zit er een heel klein knipje in. En, we gaan onze reis vervolgen, want het is volgens mij de langste reis die we tot nu toe gaan maken. En het is vooral dat ik zo heel erg benieuwd ben, want ik weet dat heel veel van jullie dit niet gaan bekijken, omdat ze dit pas zelf willen ontdekken in de game. En dat snap ik heel goed. Ja, ik wil het zelf zo graag zien. Ik wil gewoon weten wat daar is. Linksonder in de map. En dan komen we overigens langs Blackwater. Dat is een stadje in Amerika waar je in deel 1 begon. En waar je ook in deel 2, nou ja, niet echt begon. Maar daar is iets misgegaan en daarom mag je die stad niet meer in. Dus ik heb die stad ook nog niet gezien, want ik mag er ook echt niet in. Dus we gaan er waarschijnlijk langs rijden. Laat even ons paard een beetje bijkomen. Howdy there. Howdy. Dan valt het jullie ook op dat ik terugpraat tegen mensen in de game. Dat doe ik echt ook. Sukkel. Ja. Yep, weet je wel. Boeit me niks. Gezellig een biertje. Tja, paardje kan wat sprinten. Fruit bij zich, lekker. Hi there, mister. Nee? Cool. Maar niet. Hier is een... Yep. Ik zie een aantal afgebrande tipis staan. We zitten natuurlijk in net na de tijd dat de oorspronkelijke Amerikanen, de Indianen, zijn opgejaagd door de nieuwe Amerikanen. Ze hebben ook een rolletje in het spel, kan ik je vertellen. Kijk, dit was natuurlijk zo'n oude compound. Ik weet niet of mensen van jullie Assassin's Creed 3 hebben gespeeld, maar daar speel je ook een Native American. En die woont dus letterlijk in zo'n compound, omhekt. Want dat was de enige ruimte die ze nog kregen van de nieuwe Amerikanen. En hier is het dus niet helemaal goed gegaan, klaarblijkelijk. Super vet, deze rivier. Stroomversnelling, kom daar niet in. Steek altijd met je paard over in ondiepe plekken, want... Anders verdrink je. The Great Plains. Wanted, dead or alive. Hier moeten we echt heel erg oppassen. Even kijken op mijn map of ik echt eromheen kan. Dat zou echt heel fijn. Ja, ik neem gelijk de afslag naar rechts. Dan hoop ik dat daar in ieder geval geen politie in de buurt is. Want ik mag hier eigenlijk helemaal niet komen. Overigens over rivieren gesproken. Ik had het er in de video review op gamersnet.nl al over. Op een gegeven moment werd ik overvallen en hadden we wraak. En ik denk dat dit het einde is van deze gameplay video. Want ik heb zomaar het vermoeden dat ik nog helemaal niet verder mag in de wereld. Want ik was namelijk na 2 schoten dood. Oh, wat jammer. Dan moet ik hem later nog een keer gaan opnemen. Dat we het echt gaan halen, het onderste stukje van de map. Ik ga nog 1 keer kijken of ik er omheen kan. Maar ik heb zo het vermoeden dat het nog absoluut niet de bedoeling is. Het kost me ook nog eens $63. Dat is best wel veel. Daar schrik ik eigenlijk wel van. Hier, dit is helemaal rood. Hier is het niet rood. Maar ik denk dat het hier wel rood wordt. Ik kan hier nog even heen rijden hoor. Dat ga ik nog even proberen. Maar ik heb zomaar een heel klein beetje het vermoeden dat, dat het niet gaat lukken. En dat ik dat dus later moet gaan opnemen als ik zelf verder ben in de game. Of de game heeft uitgespeeld of whatever. Dat zal niet heel erg lang duren overigens. Want ik klok behoorlijk wat uren in de game en ik ben ook al redelijk ver. Dus, mooie blauwe violetjes. Dus daar rijden we er even als een pussy overheen. Of omheen, want ik... Dat, nee, ik weet wel zeker dat we daar niet heen kunnen, want normaal kun je eigenlijk altijd best wel veel hebben als het gaat om schieten. En dit is echt 2 schoten, bam. Oh, remmen. Ik
kreeg een hert aan met het hertse leven. West Elizabeth, daar heb ik maar $10 bounty op mijn hoofdje. Maar hier, oh. Wacht eens even, als ik nou hierin rij. Wow. R1 en X. De top. Oh. Dat was dus niet goed. Hold R1 en X. Komt ie. Ja hoor jongens, dit is het weer. Jongens, onwijs bedankt voor het kijken naar deze derde gameplay video over de wereld van Red Dead Redemption 2. Ik ben zover als ik mocht komen. Ik mag nog niet naar het zuiden, want ik word gewoon elke keer kapot geknald door mensen die ineens daarvoor zijn. Onwijs bedankt voor het kijken. We gaan binnenkort een nieuwe video opnemen over de wapens van Red Dead Redemption 2. En daarna komen we nog uit op andere dingen. Waarschijnlijk ook nog even het jagen gaan we behandelen. Kortom, er komen nog een aantal video's aan. Wil je echt alles weten over Red Dead Redemption 2? Ga naar gamersnet.nl en check de geschreven review en de video review. Daar hebben we het heel erg lang over het spel. En we hopen dat jullie genieten, want hij is er. Red Dead Redemption 2. Mijn naam was Peter Bouwman. Dit was gamersnet.nl. Tot snel.